Vanaf vrijdag gaat het ambachtelijk weekend van start in Sint-Niklaas en het Waasland. Iedereen kan dan op ontdekkingstocht gaan langs verschillende kunstenaars die hun talenten demonstreren. Volgend weekend begint het ambachtelijk weekend dat overigens het Waasland te zien is tot in Zeeuws-Vlaanderen. Dat strekt ongeveer van Melzelen tot Locristi en Zeeuws-Vlaanderen. Dus alle ambachten en hobbyisten die leggen al hun werk uit en die zijn bezig aan het werken en aan het demonstreren. Dat is al bijna 30 jaar denk ik dat op het ogenblik bezig is. Ik doe zelf nog maar 4 jaar mee. En nu dit jaar heb ik de eerste keer meegedaan aan het thema. Deze beeld heb ik speciaal gemaakt voor het thema voor ambachtelijk weekend. Omdat het nu het jaar is 500 jaar Mercator. Dus dat is wel iets speciaals eigenlijk. Willy Laurijs zet zoals honderden andere kunstenaars de deuren van zijn atelier open op een van de vele verzamelpunten. Zo valt er op plaatsen als in het Stedelijk Museum van Sint-Niklaas heel wat te beleven. Er zijn plans uitgegeven, die kunt je gaan halen in het toeristisch infocenter in Sint-Niklaas. En daar staat een volledige plans op, waar dat alles te doen is en wie dat er allemaal meedoet. Dat gaat van alles, van schilderen, van beeldhouden, pottenbakken, keramiek, dat is van alles. En dat varieert van jaar tot jaar verschillende van plaatsen, maar meestal zijn dat wel dezelfde plaatsen eigenlijk waar dat gebeurt eigenlijk. Want wij doen zelf in Tuinland 13 doen we al 24 jaar mee. Voor een volledig overzicht van de activiteiten surf naar www.toerismewaasland.be.